Welkom bij een nieuwe video van Wally de Pony. En wat zul je toch denken, wat is het laat? Nee, het is tyfus vroeg. Het is half acht, zoiets, net geweest. Wij rijden nu onderweg naar mama's werk. En doet mama een uurtje werken, dan brengt ze mij weg naar mijn werk. En dan gaat zij terug naar haar werk. Dus ik ga zo meteen werken. Ik moet, als ik met de bus naar mijn werkbedrijf Feel Good Stables ga, dan moet ik net zo laten vertrekken en alles. En als ik gewoon met mama mee kan rijden, vind ik dat veel gezelliger en makkelijker dan in een bus. En ja, lopen en fietsen en doen. Dus mama brengt me altijd weg vanuit haar werk. Super lief, thanks mam. Vandaag ga ik Wally wassen, want morgen gaan Danine en ik hem scheren. Ik ga dropje trainen. Ik heb eindelijk mijn tuinwasser binnen, dus die zullen jullie daar ook zien. Maar ik ga eerst zo meteen lekker werken. Dus, maar eerst naar mama's werk en dan even een uurtje wachten en doen. Oké, het is nu ietsjes later en mama die gaat me nou naar mijn werk toe brengen en dan rijdt mama terug naar haar werk, want dat is echt maar 10 minuten heen en 10 minuten terug. En dan ga ik lekker aan het werk en ik heb daar echt super veel zin in. Nou, zeker nu dat ik mijn nieuwe touwhalstertje heb en dan, ja, en dropjes en bijnaam is Gezel, want die pony is eigenlijk een ruin, maar de roze is zijn kleur, dus... En hij heet op een ezel, zei ze vroeger al. Ik vind hem best meevallen, maar goed. Maar dus het moest roze en het is roze. En ja, en nou daar ik dan aan het werk. En, maar nu eerst naar het werk. Oké, ik ben al mijn werkbedrijf en Jenny en ik hebben net gewerkt. Alles is klaar. En wij wouden nou eigenlijk naar haar paardje, want die staat in de kliniek. Dus we wouden even langs, dus gaan wij doen. En dan zie ik jullie straks waarschijnlijk weer hier op stal. Dus tot zometeen. Oké, wij zijn weer op stal. We hebben Salineer opgezadeld. Jenny is nu op Salineer aan het rijden. Ik heb Dropje gepakt. Dropje is weer pikzwart. Ik ga het jullie even laten zien. We hebben een kleine frummel aan en hij hoort wit te zijn. Maar Dropje zei ik altijd als ik hem uit de wijnhaal zwart. Zelfs als ik hem poets, blijft hij zwart. Om. Ja, binnenkort komt er een dekentje op, hopelijk. Hè, pony? Ja, want die kan echt niet meer. Nee, die kan echt niet. Oké, net Dropje getraind en gewoon de dingetjes geoefend die hij al kon. Niks nieuws gedaan. En wij zijn al onderweg naar huis. Ik heb daar autorijles om 3:30. En het is nu 3:00, iets over 3. Dus onderweg naar huis, even snel eten en andere schoenen aandoen en zo. En dan autorijles. En daarna naar Wally en Wally wassen en alles.
Oké, het is er wel even later. Mama kreeg net een belletje van de Applejack dat mijn messen geslepen zijn. Ik heb nieuwe messen besteld via Agradi en die zijn gewoon al even binnen. Maar mijn messen die ik bij mijn scheerapparaat kreeg, die heeft Wally de eerste keer met scheren helemaal de tyfus in lopen trappen. Want Wally die vindt het bij zijn benen als ik zijn benen scheer kittelen. En dan kan hij zijn benen stil houden en trekt ze steeds op. En dat is helemaal niet omdat hij vervelend vindt of omdat hij wil slaan of zo. Maar dat is echt omdat hij kittelt. Want als je hem afleidt dan heeft hij niet eens last van, want dan kittelt het niet meer en dan voelt hij het gewoon niet. Maar daardoor heeft hij wel een paar van mijn mesjes eraf geslagen toen. Kneusje. Dus ik heb nou nieuwe besteld. Die zijn al even binnen. En dan heb ik voor reserve wel die oude laten slijpen nog die stuk zijn. Maar als reserve kunnen die er gewoon mee door. Dus die kunnen we nou ophalen. Super handig, want morgen gaan we scheren. Dus ja. Ik ben op stal. Ik heb Wally vastgezet. Zijn dekens afgedaan. En hij gaat mij nou echt haten. Want als er iets is waar hij niet leuk vindt, is het wassen. Ja, je ziet wassen. Dus ja, dat gaan we maar doen. Want kijk, hij heeft een kleine teddyberenvacht. Gelukkig nog niet heel erg, maar wel. Wap, dus dat. Oké, ik heb Wally gewassen, zijn deken omgedaan en ik ben maar eventjes bij hem bij stal gaan zitten. Wacht op zijn eten, want Wally die vindt zijn natte staart altijd heel eng en heel raar. Dus dan gaat hij ernaar lopen slaan en dat is niet zo'n goed plan. Dus ja, dus nou ik hem maar in de gaten dat hij niet naar zijn staart gaat lopen slaan. Want ik vind het niet zo leuk als hij in stal gaat staan bokken, dus even bij hem blijven. Oké. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga zo lekker even douchen. En ik ga hierbij ook meteen een video afsluiten. Morgen ga ik Wally scheren en ga ik een dropje trainen. En like en abonneer zeker even. En hopelijk vond je het een leuke video. En tot de volgende keer. Doei!